Gie, mag ik jou als communicatiespecialist een aantal zaken voorleggen uit het Shoot. Nieuws? Ik ga van start. De media hebben de afgelopen week bijzonder veel moeite gehad met hun verslaggeving over Yasser Arafat. De man is vannacht overleden, maar zijn in memoriam is vorige week donderdag al voor het eerst uitgezonden. Dat van vandaag was een herhaling. In het hoofd van de journalisten ging het eigenlijk al een hele week zo. Hij kan elk moment sterven en dus is hij eigenlijk al dood. De verwarring was compleet. Monsieur Arafat n'est pas décédé. De dood, of misschien moeten we toch zeggen de nakende dood van Arafat. I don't think that President Arafat is in a coma. Dat Arafat mogelijk toch wel hersendood is op dit moment. Volgens het ziekenhuis zelf en de Palestijnen is de man nog in leven. Als het zover is, en dat is nu natuurlijk nog niet zo. Dat Arafat naar Chirac glimlachte terwijl die zijn hand vasthield. My first reaction is God bless his soul. Nothing, no coma. He is in a treatment. Aan zijn ziekbed, misschien aan zijn sterfbed. De Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken, Saad, zegt dat de lever en de nieren van Yasser Arafat niet meer functioneren. De toestand van de Palestijnse leider Yasser Arafat is bijzonder kritiek. De officiële berichten zeggen dat zijn toestand vandaag nog kritieker is geworden. Over de doden niets dan goed. Ook over de hersendoden. Er wordt gewerkt al aan de grafsteen van Yasser Arafat. Dus echt alles is nu klaar eigenlijk voor het overlijden van de Palestijnse leider. Ja, als Rudy zijn toestemming geeft. Ja, dan kunnen ze hun gang gaan. Hoe hadden ze eigenlijk nog kunnen zeggen hoe het met Yasser Arafat ging? Ze hadden ook kunnen zeggen, hij is dood, maar er is ook goed nieuws. Voor het eerst in zijn leven is zijn toestand stabiel. Ja, of zijn toestand is kritiek en daar kan hij niet tegen. Precies. Of uit het feit dat hij in een ziekenhuis ligt, menen de specialisten af te mogen leiden dat er misschien iets scheelt met zijn gezondheid. Ja. Lieve Verstraeten zei nog iets zeer interessants vorige week. Je zag ook aan de gezichten van de regeringsleiders net voor de start van de bijeenkomst dat hun gesprekken gingen over de toestand van Yasser Arafat. Ja, hoe kun je nu aan iemand zijn gezicht zien dat het gaat over de toestand van Arafat? Wel, we hebben er beelden van en het kan eigenlijk wel kloppen. Kijk, ze stoppen hem in de grond en dan gaat hij naar de hemel. Ja, en dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws, ja. Wie ook dood is, is Vincent van Gogh. Thea van Gogh bedoel je? Nee, Vincent. Vicepremier Zalm sprak vorige week naar aanleiding van de moord op Vincent van Gogh over een oorlog in Nederland. Guy, weet jij eigenlijk wat er in het decor van het journaal op de grond ligt? Ik ben er niet helemaal zeker van. Waarom? In het eindbeeld kijken de twee journalisten altijd naar de grond. Daar moet iets liggen. Ja. Wat kan dat toch zijn waar ze altijd zitten naar te kijken? Ja, ik kan ook alleen maar gissen. Ja. Ofwel kijken ze of Sabine Haagdoorn op de weerkaart klaar ligt om overeind gekanteld te worden. Ja. Ofwel Frank de Bozere, dan kijken ze maar heel kort. Ja, ja, ja. Of tijdens het journaal wordt hun broek geperst en ze kijken of die al klaar is. Mm-hmm. In het geval van Martien Tange is dat een tijgerkleurige string. Mm-hmm. Of die mannen hun reputatie kennende, zou het ook een minibar kunnen zijn waar ze meteen na afloop naar kijken. Of de metro is doorgetrokken tot in het VRT-gebouw en ze kijken of hun tram al daar is. Soms is een van de twee journalisten ook al vertrokken. Ja, dat gaat... Kan er hier gebeurd zijn eigenlijk? Het gaat er waarschijnlijk over Eddy de Mares. Ofwel is zijn metro net aangekomen en is al weg. Ja. Ofwel heeft hij de minibar opengekregen en hij ligt zat op de grond. Ja. Guy, het is 11 november vandaag en dus... De herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Heb je daar iets over gevonden in de media? Absoluut, in de Standaard bijvoorbeeld. Daar hebben ze het reglement van de Eerste Wereldoorlog afgedrukt. Het is een beetje laat, zodat ook het een en het ander misgelopen. Ja, maar goed, ja. Peter, dat het er is. Ik zou je nog iets willen voorleggen, Guy. Ja. Er is een nieuwe golf van creativiteit in de taal, een verkenning van nieuwe mogelijkheden van het Nederlands, een soort stretchen van de taal. Ja. We moeten dat toejuichen. Absoluut. Laten we eens kijken naar een voorbeeld. Atleet Raymond van Dijk herstelt nu nog televisietoestellen. Hij hoopt dat we hem rechtstreeks op het scherm zullen kunnen volgen, in de finale van het post op springen.
Het polstopspringen, Guy. Ja, zoals je ook hebt, het hoofdspringen, het meniscuswerpen, de 42 kilometer magnetron, het speenwerpen en het kamerslingeren. Ah ja, ja. Nog een voorbeeld? Op weg naar de dopingcontrole zouden ze betrokken zijn geweest bij een motorgeval. Een motorgeval. Ook wel een autogeluk of een zwaar accent. Ah, ja. Ik geef je nog een voorbeeld. Onder andere Björk, de zangeres, gaat daar een liedje komen zitten. Een liedje zitten, wat zou dat kunnen betekenen? Wel, een liedje zitten is een vriendelijke manier om te zeggen dat ze er eigenlijk haar gat aanveegt. Ja. Het klinkt alsof het uit haar hol komt. Een liedje hurken is nog veel erger. Ja, dat denk ik. Ja. Nog een verrassende combinatie? Dit is een afbeelding van de installatie die wij in 1998 gebouwd hebben om onze reductie van fluorhoudende gasten absoluut aan een minimum te herleiden. Fluorhoudende gasten. Wel, dat is heel gemakkelijk op een avondfeest, dan heb je weinig buitenverlichting nodig. Ah, ja, ja. Guy, waar wonen de Bajarden? Ik zou het 1000 keer zeggen, maar... Misschien kan dit fragmentje helpen. Ook al 30 jaar oud is de traditie van één oliebollenkraam om daar de één dag de Bajarden te trakteren. De Bajarden, nu weet ik het weer. De Bajarden is een stam ten westen van Mongolië, iets ten oosten van de gehandicapten, waaronder veel gepensionarden. Ah ja. Nog meer taalcreativiteit? Goed volgen, Guy. Maar vanavond is er dus gepraat en constructief gepraat, blijkbaar. Wat wordt hier precies bedoeld? Dat is een nieuwe diersoort, de blijkbeer. Op het eerste gezicht lijkt het een hond, maar als je nader kijkt, blijkt het een beer te zijn. Dus een blijkbeer. Ja. Blijkbeer. Ja, ja, ja. Valpartijen in het wielrennen, Guy, waaraan denk je dan? Lijden, bloed, pijn. Wel, ik dacht dat ook. Maar als de renners van Quickstep vallen, dan gaan ze blij liggen. En een valpartij. Weer een valpartij. En we zien daar weer volk van Quickstep dat Vitamon blij liggen. Ja. Ja. Blij liggen, ja, ja. Je zou denken, zo'n valpartij, dat doet afschuwelijk pijn en zo. Maar niets is minder waar. Dat is echt kameraden onder elkaar doen alsof ze vallen en dan maar rollen bollen. Dat is echt blij liggen. Blij liggen? Okay. Er is belangrijk nieuws in verband met de Pietenprijs. Er is namelijk onlangs... actie gevoerd tegen een Europees voorstel om de Pietenprijs te verlagen. Guy, hoeveel staat de Piet tegenwoordig? Je bedoelt ten opzichte van de dollar. Ja. Ik wil eigenlijk gewoon zeggen, voor hoeveel heb je tegenwoordig een goede Piet? Ja. Ja, daarvoor zul je toch al diep in je zak moeten tasten. Het hangt er natuurlijk ook af wat je precies moet hebben. Een rode Piet, een suikerpiet, een zwarte Piet, die kun je nog aan Sinterklaas vragen. Of een stallagpiet. Ja. Een stallagpiet, staat die of hangt die? Nee, je verwart met de stallagtiet. Die hangt. Een stallagpiet staat. Hartelijk dank, Guy Mortier.